President Chandrika Prasad Santokhi is gisteren teruggekeerd van zijn officieel bezoek aan de Dominicaanse Republiek. De delegaties van Suriname en de Dominicaanse Republiek hebben in een bijeenkomst 4 Memoranda of Understanding, MOU's, bezegeld. De documenten zijn op 5 oktober ondertekend in aanwezigheid van president Santokhi en zijn Dominicaanse ambtgenoot Luis Abinader in het paleis van president Abinader. De MOU's zijn bezegeld door onder andere minister Albert Ramden van Bibes en zijn collega minister Roberto Alvarez met de staatshoofden als getuigen. De overeenkomsten omvatten samenwerking op het gebied van de agrarische sector, luchtdiensten en sanitaire en fytosanitaire aangelegenheden. Een samenwerking op het gebied van de koolwaterstofindustrie tussen het ministerie van Energy and Mines van de Dominicaanse Republiek en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen van Suriname hoorde er ook bij. President Abinader toonde grote waardering voor de mogelijkheden die Suriname aan zijn land biedt. Hij wees op de strategische ligging van Suriname in Zuid-Amerika en de logistieke voordelen die dit met zich meebrengt voor de Dominicaanse Republiek. Het groot energiebedrijf Consorcio Energetico Punta Cana Macau, dat onderdeel is van de InterEnergy Holding Group, is ook geïnteresseerd om zijn diensten uit te breiden naar Suriname. De presidentiële delegatie heeft vrijdag een presentatie mogen bijwonen over de mogelijkheden van het bedrijf. De presentatie was een live demonstratie waar getoond werd hoe het energievoorzieningssysteem gebruikt wordt door middel van de laatste technologieën op het gebied van smart grids, namelijk metingen, monitoring en controle op afstand. Het bedrijf opereert in diverse landen in de regio en wenst graag ook diensten en kennis te delen met Suriname. De president laat weten dat verder met het bedrijf afgesproken zal worden wat de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn en hoe verder samen te werken. Overal blikt Santokhi terug op een geslaagde missie en laat optekenen dat de samenwerking met de Dominicaanse Republiek nu getild is naar het hoogste niveau, waarbij de twee presidenten zelf sturing geven aan de relatie. Tegelijkertijd zijn door de twee landen vergevorderde samenwerkingsafspraken gemaakt op regeringsniveau, als ook met de private sector. President Santokhi beklemtoont dat de samenwerking tussen de twee landen verstevigd is met oog op voordelen voor beide volken.